Brabant worstelt met de huisvesting van statushouders. Voor het eind van dit jaar moet er onderdak gevonden worden voor iets meer dan 1750 statushouders. Maar een groot aantal gemeentes loopt hopeloos achter. De provincie wil nu dat er haast wordt gemaakt. Binnen een maand moet er een plek gevonden worden voor 230 alleenstaande vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarbovenop, voor het eind van het jaar, nog eens 550. Veel minder dan de 1750 statushouders die het Rijk onze provincie oplegt. Dat lijkt door achterstanden sowieso een onhaalbare kaart. Zo moet bijvoorbeeld Breda nog 160 statushouders plaatsen. En ook in Eindhoven gaat het slecht. 125 plekken achterstand. Gevolgd door Tilburg met een dikke 100 te plaatsen statushouders. Nou, statushouders zijn dus vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze mogen blijven en wachten daarom op een huis. Zolang dat er niet is, wonen ze vaak in een AZC, plekken die ook schaars zijn. We hebben vandaag met heel veel gemeentes contact gehad, maar omdat het een gevoelig onderwerp is, nog geen reactie hoe ze dit willen gaan aanpakken. Zeker nu er een groot woningtekort is, lijkt het voor bijna alle Brabantse gemeentes lastig om op korte termijn een oplossing te vinden. De provincie die zet met de brief extra druk en wil dat de gemeentes alles uit de kast trekken om er in ieder geval beweging in te krijgen. Niet alleen de statushouders, maar ook andere inwoners die snel woonruimte nodig hebben, zoals mensen die pas gescheiden zijn, moeten volgens de provincie geholpen worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met tijdelijke woningen of zelfs huisvesten in hotels.